Het dorpje Mil werd vanmorgen, net als vorig jaar, wakker geblazen en getrommeld door muziekvereniging Sint Willebrord. In Sint Oederode werd een poging gedaan het wereldrecord fietsbel rinkelen te verbreken. En denk je dat we het record gaan halen? Ja. Maar helaas. Ik heb 284 fietsbellen geteld. En dan ja, betekent dat we helaas geen record hebben gehaald. En natuurlijk waren er op allerlei plaatsen de vertrouwde vrijmarkten. Hier bijvoorbeeld in Waalre. Vanaf 8 uur vanmorgen kon iedereen hier zijn spullen aan de man proberen te brengen. Boekjes, puzzels, allemaal kleine dingen. Zelfgemaakte armbandjes. En nog een paar andere dingetjes. Wat is dit nou? Dat is een gitaar, hè? Voor de kleine mannen. Dus dan kunnen ze leren muziek spelen. Dus hij kan wel mooi spelen, hè?